Oké. Nou, kom op dan. Satsang is vragen stellen en zo. Dus, of inzichten delen. Hoi Hans, even geleden. Even een vraag. Kan je omschrijven hoe je voor de aanvang van de satsang, zeg maar, je centert? Want dat, eigenlijk lukt mij dat nooit. Ja, kijk, maar lukt dat altijd, want ik doe niks. Dus ik zit hier gewoon niks te doen en ik zit dus niet te centeren of... Ik zit hier gewoon, eigenlijk gewoon te wachten. En wat er dan gebeurt is dat alles stil wordt en die intensiteit van stilte die neemt het een beetje over. En ik kan niet zeggen dat ik dat vervelend vind. Mm-hmm. Dat probeer ik natuurlijk ook, maar ik merk dat ik dan verdwijn ergens of weer daar of... Ja, stabiel, zeg maar. Probeer is niks te proberen. Ik voel wel dat ik het begrijp, maar dat zou ik misschien moeten ervaren. Ja. Maar. Dit soort dingen kunnen eigenlijk alleen maar door het systeem zelf begrepen worden. Dus niet zozeer hier. Ik weet niet hoe ik het doe. Of wat ik doe. Of ik heb niet de indruk dat ik iets doe. Ik zit hier gewoon, ik doe mijn ogen dicht en... En schijnbaar sommigen die pikken dat ook op, ja. Hoor ik al zo'n kleine 25 jaar, maar ik doe niks. Ik denk dat het nou net is. Mm-hmm. Ik heb daarom mediteren ook nooit begrepen, wel beoefend. Ja. Ik ben spiritueel opgeleid ooit. En mediteren is een werkwoord, dus dan zit je iets te doen om iets te bereiken. It didn't make sense to me. Ik had het idee van alles wat we al doen, ons hele leven, is op die manier. Dus hoe is dit dan spiritueel? Het is gewoon precies hetzelfde. Mm-hmm. Alleen je doel is iets anders. Stilte, inzicht, shakti, whatever. Nou, en op een gegeven moment kom ik een boekje tegen van Shabkar Lama. Zo'n Dzogchen, of hoe je dat uitspreekt, tip. En die zei, de ware meditatie is nergens op uit. Is uit op geen enkele verandering. Ik denk, ja, precies. He got it. Dus ik kan niet eens zeggen, dat is wel wat er plaatsvindt, maar dat is ook niet wat ik doe. Dat er geobserveerd wordt hoe de energie in dit systeem functioneert. Maar zelfs dat is bijna al te veel gezegd. Van dat observeren is er wel, want het is er altijd. Maar dat observeren heeft geen bedoeling dat dit ding stil wordt. Het is gewoon zo van... Als ik langer dan 5 minuten zo zit, wordt het systeem stil. Mm-hmm. En omdat ik daar niks aan vind, eigenlijk doe ik dat thuis nooit. Alleen hier. Dan gaan jullie sneller ophouden met schuifelen. En zoals ieder mens doet als die ergens komt. Ik ook, hè, want ik ben ook een mens als organisme. Van dan staan er stoelen, maar die moeten altijd net... Dat doet iedereen. Hè. Dat moet net 1 centimeter om toch die control sense... Dat doen wij. Wij zijn heel grappig. Het moet altijd net anders. Alles moet net anders. Hè? Nou, in die toestand van niet doen, is dat dus afwezig. Dat er ook maar iets anders moet. En als het systeem dat begrijpt, dan wordt het automatisch stil, open, whatever, hoe je dat zeggen wil. En dan kan ik onder wel nadenken over leuke dingen. Ja, thanks. Thank you. Ik wou het vragen over fysieke pijn. We hebben het meestal hier over psychische pijn. Ja. Nou, ik merk als ik hier zit dat ik gelukkig ben, terwijl ik toch ook last van mijn maag heb. Wat kan ik doen om gewoon gelukkig te zijn terwijl ik ook last van mijn maag heb? Dat weet ik niet. Ik weet wel hoe je minder gefixeerd op de maag kan zijn. Ja, precies. Ja. Dat is bijvoorbeeld een spijker in je voet slaan. Maar ja, ik weet niet of dat het geluksgevoel versterkt. Nee, niet echt. Kijk, soms is het gewoon mogelijk om de aandacht, zeg maar, laten we zeggen, voor de helft bij dat te hebben. En bij de helft bij de verschijnselen.
dan heb je maar half zoveel pijn. Ja. Maar intense pijn zal aandacht trekken, ja, en dat is dus geen afwijking. Nee, bij intense pijn, dat snap ik, dat accepteer ik ook. Ja. Maar het is meer van als het dus zeurderig wordt, dan heb ik het gevoel dat ik met mijn aandacht ook elders kan zijn. Ja, dat denk ik ook. Dus een interessant boek lezen, als het boek interessanter is dan de pijn, gaat daar de aandacht heen. Ja, klopt. Filmpje kijken. Dus ja, het is gewoon een kwestie van wat is interessanter. Ja. En als we dus in een soort verveelde modus zitten, of een beetje onbenullige modus, dan gaan we op ieder emotietje of ieder pijntje zitten letten. Ja. Terwijl emoties en pijntjes, dat is gewoon leven. Ja. Oké. Okay. Ik lees soms wel eens iets, iedere dag. En wat mij opvalt, en ik weet niet of dat zo is, dat de laatste decennia of whatever aan het toenemen is. Maar er lijkt, niet bij jullie, maar in het algemeen zo'n soort gevoel te ontstaan dat alles wat afwijkt van gelukkig zijn, dat een mentale crisis is. Dus als iemand maar een beetje angstig is, dan heeft hij anxiety disorder. En als die niet helemaal vrolijk is, dan is die depressief, weet je wel. En gewoon echt bij alles wat maar afwijkt van een of ander verzonnen, wij moeten altijd gelukkig zijn, .nl of whatever. Dan is het meteen een crisis en een probleem en dan moet het getherapeutiseerd of gemedicinaliseerd, of hoe je dat uitspreekt, worden. Dus pillen erin of een psycholoog erbij of whatever. Of naar een of andere rare guru, als je gek bent. We kunnen ook gewoon eens accepteren dat geluk is, dat iemand die zei ooit, vrede, dat is de toestand als oorlog pauze neemt. Nou, die vind ik wel prettig. Dus dan geluk is gewoon als even de problemen weg zijn. Nou, dat is fijn, maar dan moet je niet van verwachten dat dat permanent wordt, of dat je daar recht op hebt, of dat het er altijd kan zijn of zou moeten. Zou nog saai worden ook, denk ik. Gaan we daar weer over klagen? Ik ben al 3 weken gelukkig. Waarom doen we niet gewoon van voelen wat er te voelen valt en that's it? Ja, ik zie al, jullie doen dit nooit. Dus. Ik had al de inschatting dat jullie wijzer zijn dan anderen. Oké, dan mogen jullie weer iets zeggen. Goedenavond. Het was een paar dagen geleden dat ik volg nu een cursus. Ik zat in een soort klaslokaal en ik merkte heel veel spanning. En een soort van gevoel van wrijving, waarvan ik dacht van, waar komt dit vandaan? En dat gevoel van niet gelukkig zijn, een beetje dat. En ik zat te observeren tegelijkertijd en toen kwam ineens inderdaad op een gegeven moment een soort van inzicht, zowel intuïtief als verbaal, van goh, ik zit nu eigenlijk alleen maar continu redenen te bedenken waarom ik me niet zou moeten voelen zoals ik me nu voel. Dat bedoel ik dus. En direct toen dat soort van binnenkwam, toen viel er ineens een stukje weg inderdaad. En ineens was daar die openheid weer. Cool. Tenminste, dat is dan afgelopen tijd af en toe open, af en toe dicht. Maar toen was het even boem. Heel helder. Ja. En dat was eigenlijk wel prachtig, vond ik. Tenminste, die angst die was ineens weg ook. En vervolgens moest ik een soort toneelstukje doen. En ik liet het gewoon over me heen komen ook, als het ware. Dus het was een soort show waar ik toeschouwer van was, zo gezegd, die ik niet, waar ik wel in zat, maar niet per se bij betrokken was ook, voor mijn gevoel. Dus het was heel spontaan en leuk. Mm-hmm. Ja. Leuk. Ja, dat wou ik even delen. Ja, cool. Maar het is dus inderdaad leuk om op te merken dat dan moeten we iets doen in een of andere setting, en we zitten overigens altijd in een setting. Ik zei eerder al een keer, er zijn is altijd in zijn, in een situatie. Je bent nog nooit niet in een situatie geweest. Dus er is altijd iets, er is altijd interactie, er zijn altijd dynamieken bezig en verschillende dingen. En het is nooit zo dat wij een situatie totaal onder controle hebben. Dus waarom zouden we het erg vinden als we onzeker zijn, als we onze mond open moeten doen of een toneelstukje moeten spelen of gitaar spelen voor publiek of
meteen maken we ervan van ik zou niet zenuwachtig moeten zijn. Waar staat dat? En bedoel, je bent ook psycholoog, dus er zal data ook voor zijn. Van, ik denk dat er nog nooit iemand bijvoorbeeld gesproken heeft waar anderen bij zijn zonder dat hij zenuwachtig was. Dus ik denk dat de standaard is zenuwachtig. Niet ontspannen, vrij, maakt me niet uit.nl. Ja, dat is de meest voorkomende angst. Dat bedoel ik, dat heeft dus iedereen. Nou, we zitten bijna altijd in een situatie waar anderen zijn. Dus dat een beetje spannend is, yeah. Maar wij denken dat vrij zijn betekent nooit meer iets spannend vinden, nooit meer een negatief gevoel hebben, whatever that may mean. Wat dus aangeeft dat we problemen hebben met allerlei gevoelens. Ja, ik merk dat af en toe ook in de spreekkamer dat ik dat probeer te delen. En er zijn er een paar die dat heel snel oppikken en die knappen heel snel op. Maar ik merk ook dat het best lastig is voor mensen om door te krijgen van, goh, angst nou en, inderdaad. Ja. Ja, nou goed, het was voor mij ook een hele weg terugkijkend. Maar het werkt gewoon zo gezegd, gek genoeg. Maar je kan het niet bedenken, je moet het doorkrijgen. Yes, en je moet erop gewezen worden. Ja. Want het omgekeerde, daar wordt tegenwoordig iedereen vanaf dat hij zo is opgewezen. Zodra er een beetje emotionele toestand is, dan douwen we de Ritalin in of weet ik veel wat. Alles een pil, overal een therapeut voor. Wat leer je mensen dan? Nou, niet resistent zijn. Niet een keer leren omgaan met een beetje tegenslag. Of dat een ander kind of jongere je niet leuk vindt. Weet je wel, en dan gelijk naar de therapeut of de psycholoog rennen. Give me something. Ga dan zuipen, ja. Kreng. Ja. Ja, de wachtlijsten worden steeds langer, wat dat betreft. Dus, ja. It's insane, ja. Denk ik. En dat wordt vaak aangeleerd vanuit een betrokkenheid en meevoelen met het kind of de jongere of whatever. Ik denk dat je gewoon een zwak zootje kweekt op die manier die nergens meer tegen kunnen. Bad. Dus als hier ouders zitten, don't do that. Ik voel me down, ik wil niet naar school. Ik ga gewoon naar school, niet zeiken. Iedereen voelt zich down. Denk je dat het leuk is om jou te hebben thuis? Verplaats je eens in mij. Selfish. Little. Hey. Waar ik kleine kinderen had. Ik zal ze wel leren. Sorry. Ik was even afgeleid. Ik misschien nog een vraag, maar dat is meer van, goh, medicatie. Zie je dat per definitie als iets? Nee. Wat... Soms heel nuttig. Soms heel nuttig, ja. Maar zodra het zo'n beetje zo als pepernoten wordt rondgestrooid, dan denk ik, dan is er een andere ziekte gaande. Ja, dat is... Ja. Het wordt volgens mij ook wel heel erg gelobbyd vanuit de industrie. Goed, daar weet ik niks van eigenlijk, maar dat idee heb ik al. Ja, maar dan nog, we kunnen ook nee zeggen. Ja, dat is waar. Ik las zo'n boek van een gast, een psychiater, die en in een ziekenhuis werkte en in een gevangenis. En daar hadden ze de standaardinstelling dat als een gevangene kwam vragen om medicijnen, dan had hij het niet nodig. En degene die geen medicijnen wilde, die hadden het nodig. Dus die hadden daar een vrij simpele... cutting device voor. Oké. Ik weet niet of dat direct transponeerbaar is op de gewone populatie, maar ik durf te wedden dat in de helft van de gevallen het niet nodig is. Maar een draai om de oren en leer eens voelen. En stel je niet zo aan. Ja, dat vermoeden heb ik af en toe ook wel inderdaad. Dat het de vlucht is. Jij bent een professional wat dat betreft. Ik heb alleen vermoedens. Ja, maar ja, de klant is koning. Dus, Ja, yeah. Toevallig hoor, las ik vandaag letterlijk dat in bepaalde zin vanuit therapie en psychologie, vooral in de VS, dit het is. Alsof je in een winkel bent, klant is koning. Nee, de psycholoog of psychiater moet kijken in hoeverre die wel of niet met jouw verhaal mee moet gaan. Maar de standaard begint te worden, de patiënt komt, die heeft op internet een zelfdiagnose gedaan en... De psycholoog of psychiater moet daarin mee bijna. Affirmatieve therapie heet dat. What the fuck? Samen kijken wat er aan de hand is, dat lijkt me logisch.
En dat is meestal, in mijn ervaring, maar goed, ik praat pas 25 jaar met mensen, het is meestal niet wat de mensen denken dat het is. Er zit soms een hyperintelligent persoon tussen. Die heeft een aardig beeld van wat er speelt. De meeste, not so much. Het zijn meestal van, kijk, hier ligt het probleem, meneer. En daar ligt het natuurlijk. Maar de aandacht moet daarheen. Juist niet naar waar het echt aan ligt. Want dat zou eigen verantwoordelijkheid betekenen. Dingen aanpakken, iets doorgronden, iets deleten misschien uit het systeem. Het bijstellen van wat rare verwachtingen. Ja, maar ja goed, ik ben nog redelijk vers in het vak en ik moet denk ik nog veel ervaring opbouwen voordat ik weet hoe ik dat nou echt... Maar ik snap wat je bedoelt, ja, ik zie het af en toe ook voorbij komen en dan denk ik van vooruit, we gaan mee. Maar het is net verhaal, maar ik... Ja. Wantrouwen is een goed vertrekpunt bij cliënten. Wantrouwen? Ja. Niet dat ze onaardig of evil zijn of iets dergelijks, maar ze proberen je met een kluitje in het riet te sturen. Oké. Zichzelf ook meestal, dus daarom zeg ik, het is niet evil. Ze geloven zichzelf vrij aardig. En jouw rol is om dat niet te doen. Het is meer zo van, ja, ik hoor wat je zegt. En dan te denken, waar zit die adder in het gras? Wat, er wordt hier iets gezegd, oké, wat wordt er weggehouden? Waar wordt de aandacht van afgeleid? Meestal ongeveer diagonaal aan de andere kant van wat er verkocht wordt. Ik ga eens goed opletten dan. Dankjewel. Wordt het werk ook een stuk leuker meteen. Ik ben op zoek naar vrede, ja. Maar u zou wat weerbaarder moeten leren worden. Ik zit in de volgende fase. Ik ervaar echt dat ik dag in, dag uit in een pingpong modus zit. En ik ervaar ook echt dat er twee modussen zijn. Eén modus waarin ik niet kan bedenken hoe ik een probleem kan hebben. Wat dan ook. En dat kan zo een paar dagen later weer helemaal tegenovergestelde zijn. Waarbij ik eigenlijk constant in de weerstand zit. Of althans, dit systeem compleet ontregeld is. En dat heeft te maken met dat ik veel vermijdingsstrategieën die ik had, daarmee ben gestopt. Eigenlijk als ik wakker word in de ochtend, word ik overvallen met een soort van existentiële angst. Echt dat zelfs mijn lichaam in een soort van fight or flight modus gaat. En wat ik meestal doe is dat ik even gewoon, ja, ik blijf liggen. Ik ga het ervaren. Voelen. En de ene keer ervaar ik het compleet en dan ga ik gewoon mijn dag beginnen. En de andere keer blijft het systeem eigenlijk in de weerstand. Dus het blijft soort van niet toegankelijk om het compleet te ervaren. Dus dan blijf ik echt zo'n hele ochtend in een soort van verkrampdheid. En mijn functioneren in de ochtenden is daardoor dan ook gewoon heel anders. En dan vind ik het zo gek als ik dan de dag daarna kom denk van ja, hoe kan ik die constructies maken? Hoe kan ik leiden? Soms denk ik echt van ja, is dit normaal? Ja, in de zin van dat dit dus heel vaak voorkomt. Vandaar dat ik in mijn boekjes het heb over dat pingpongen of erin en eruit. Ja. Dit gebeurt heel veel. En in die tweede situatie, waarin we dus in zo'n ding zitten, als we werkelijk geprobeerd hebben om het aan te kijken en te doorvoelen en het werkt niet, is het handigste om dan daarmee op te houden. En gewoon te zeggen, oké, ik ben nu gewoon verkrampt. En oké, er moet afgewassen worden of weet ik veel, er moeten dingen gedaan worden. Die kunnen we ook doen als we verkrampt zijn. Ietsje beter opletten, anders valt alles kapot. Maar... Dus we kunnen ook leren om te kijken van, oké, ik heb er nu alles aan gedaan wat op dit moment kon. En het werkt nu niet. Stop it then. Want anders krijg je die spanning die er zit en zit er toch een soort van dit moet weg.
Ja, een soort van, ik wil dit ervaren, maar het systeem wil niet. Voilà. En dan moeten we op een gegeven moment wijzer zijn en zeggen, ja. Oké, het systeem wil nu gewoon niet. Laat het met rust. Ga iets anders doen. Ja. Ga een eentje lopen of werken of nou, net wat het dan is. Don't worry about it. Want gaandeweg krijgen we ook door, zelfs in de min of meer verkrampte toestand, dat het tijdelijk is. Er is nog nooit een kramp 40 jaar permanent aanwezig geweest, bij niemand niet. Nee. Zelfs niet bij de grootste minkukel. 20 jaar misschien, maar... Nee. Waar ik vaak aan denk, is ik hoorde jou een keer zeggen, want ik was in een periode dat ik dat een verkramping was. En dan dacht ik, oh shit, nu ben ik het kwijt. En dan was er een periode, dan was er veel openheid. En dan dacht ik, ja, ik heb het. Totdat ik dacht van, hé, beide worden waargenomen. Voilà. Yes. En dat heeft wel iets, dat ja, ik kan dus echt zo in die modus klikken. Wat ook duidelijk wordt, is dat er eigenlijk geen solide ik is. Yes. Die constant functioneert. Dat wordt steeds meer ingezien, omdat ik zie, het zijn gewoon sensaties. Yes. En als je oplettend wordt, althans mijn ervaring, stop met vermijden, dan komen die dingen waar je eigenlijk heel bang voor bent. Maar op een of andere manier heb ik altijd manieren gehad in mijn leven om daar niet te komen. Ja, sure. Dat is ook wat we leren. Ja. Vermijden en afleiden enzovoort. Dus wat we kunnen zien is, er is geen zelf of geen vaststaand ik. Er is een constante opeenvolging of modificaties van stemming. Hmm. Nou, soms doet de stemming dit. En soms doet de stemming dat. Maar inderdaad, ten diepste, ik ga vooraf aan allebei die stemmingen. Dat het organisme een voorkeur heeft voor een meer open stemming, ja, dat kan. Niet bij iedereen overigens. Er zit ook een stemming of een deel van de stemming in ons systeem die vast wil houden aan een min of meer verkrampte toestand. It's very funny. Je zou het niet verwachten, maar het is wel zo. Ik kon vroeger voelen dat er een weerstand zat om uit mijn min of meer depressieve toestand te komen. Die was namelijk vertrouwd. Daar was ik veilig. In de meer happy of losse toestand was ik niet veilig, want dan zou ik niet weten wat ik zou doen. Ik wist alleen wat ik deed als ik down was. Ja. Ja. Ik heb soms ook echt van die extatische momenten. En, ja, en daarom heb je ook down momenten. Ja. En ja, soms dan denk ik, ja, dan moet ik gewoon keihard lachen. Dan denk ik, ja, dan heb je een ochtendkramp of dan angst. En dan zit je nu zoveel vreugde te ervaren. Je moet een enkeltje naar een inrichting of zo. Nee hoor, ook dat gaat over. Ja. Het is zo leuk dat in die modus van openheid, zeg maar, kunnen we ons niet voorstellen hoe we ooit nog verkrampt zouden raken. Nee. In de modus van verkramping kunnen we niet begrijpen dat we ooit gedacht hebben niet verkrampt te zijn. Ja, en beginnen we ook te denken van, nou, die momenten van openheid, daar heb ik gewoon verzonnen. It's a lie. Mm. Ik kom hier nooit meer uit. Ja. Dat denken we eigenlijk in allebei die toestanden. Ja. Maar je zit niet in een van die toestanden, je gaat er al vooraf. That's the fun part. Waar ik steeds mezelf aan herinner, nagel je vast aan de waarheid, of althans naar achter. Dat jij vooraf gaat aan beide toestanden. Yes. De ene keer lukt dat wel, de andere keer ga ik toch naar voren. Ja, uiteraard. En zo leren we. Dat zei ik van de week ook toen we elkaar spraken, van leren betekent altijd fouten maken. Niemand, als in een domme metafoor, die geeft je zo een gitaar in handen en die speelt gewoon... Hij kan ook meteen noten lezen, van huppakee. Ja. Dat gebeurt nooit. Het is klink, klank, boom, er staat daar. Het is één bak ellende, weken, maanden lang. Ja. Weet je wel, dus fouten maken, zo leren wij. Dus hoe leer ik ten diepste uit eigen ervaring dat ik nog de openheid, nog de verkramping ben door daar in en uit te gaan. En door uit ervaring, eigen ervaring, niet uit een boekje, want dat telt niet, te gaan zien van, ja, maar wacht even, dit is allebei wat ik dan noem Netflix. Mm. Het is gewoon, hier heb je een klote film en hier heb je een briljante film. Maar het zijn pixels op een scherm, it's got nothing to do with me. Als dat. Wel als organisme, maar niet als dat. Nee. Ik ben dat niet.
Nou, zo leren we dat. En ja, de meeste van ons niet in 2 dagen. Nee, ik besef me echt wel dat het energiesysteem daarin moet dalen. Yes. Want op het moment dat weerstand wegviel op heel veel dingen, dat had ik niet gedaan. Right. Er werd toen iets ingezien. Yes. En dan klikt er iets. Ja, yeah, ja. Yeah. En je weet nooit wanneer er iets klikt. Nee. En dus hoeven we onszelf het ook niet te verwijten. Want dat heb ik zelf ook opgemerkt. Op het moment dat ik dan weer in een min of meer verkrampte toestand dacht terecht te komen. Ja. Dan ging ik meteen weer kijken, waar heb ik nou weer fout gedaan? Dink, dink, dink. Domme hond en dat soort dingen. En de andere kant op, gek genoeg, had ik dat niet. Als die openheid er kwam, had ik nooit het idee dat ik dat gedaan had. Dan was het genade. Dus de goede dingen waren van God, zal ik maar zeggen. Niet dat ik in God geloofde, maar bij wijze van spreken. En de slechte dingen, ja, die had ik gedaan. Ja, christelijker wordt het niet. Ja. Ja. Ja, dan is het een te intense zelfonderzoek waarin je jezelf te veel verantwoordelijk stelt. Ja, en dus altijd negatief benaderd. Ja. Wat gekoppeld is aan wat ik aan het begin zei, van dat we ieder, in ander verband dus, ieder gevoeletje wat niet gelukkig of vredig is, dan heb ik iets verkeerd gedaan, ik doe iets niet goed, ik mankeer iets. En dus moet ik naar de psycholoog of pillen halen of wat. Nee, gevoelens horen gewoon bij de interactie met die absurde wereld. Die treden op. Er zijn alleen 2 modus operandi. Ik laat me daardoor regeren of ik ontvang ze gewoon als de beeldjes op Netflix. Ah. Het is nu onzeker. Staat nergens dat het niet mag. Of, oh, het heeft nu weerstand. Ja, yeah, en? Wat ik geneigd ben te doen, op het moment dat er pijnlijke emoties opkomt, dat ik eigenlijk met mijn aandacht daarheen ga. Meestal is het hier middenrif of buik. En er dan ook bij blijft. Dus dan zijn er ook geen gedachten. Goed. En natuurlijk, ze komen wel, maar ik veranker mezelf dan in die pijn of in die emotie. Om dat dan te ervaren. Goed. Kun je daar iets over zeggen? Dat is uitstekend. Als we tegelijkertijd een oor open houden naar wanneer het genoeg is. Ja, ik ga soms misschien te lang door. Ja, dat bedoel ik. En dat kunnen we vaak checken door het contact te houden, maar even een soort van uit te zoomen. Bewustzijn heeft namelijk nooit haast. Die heeft geen dog in the fight, zou ik maar zeggen. Die heeft geen aandelen in het spel. Dus die kan heel rustig kijken en op een gegeven moment zien van ja, het is hartstikke goed dat jij zo inzoomt op, laten we zeggen, deze wond. Maar een wond moet je ook niet constant schoonmaken. Mm-hmm. Dus die maak je schoon en dan op een gegeven moment geeft het signaal van ja, dank u. En dan moeten wij niet zeggen van ja, maar ik moet nog dieper. Nee, dan moeten we back off en leave it alone. Ja. Terwijl ik net als een puppy, we hebben zo'n jong ding in huis, nou die vindt het soms leuk om aangehaald te worden. Maar die geeft heel duidelijk aan, even zo met die snuit, van oké, fuck off nou. Nou, dan moet ik niet gaan zeggen van ja, plat en ik ga jou aaien. Ja. Dan zeg ik oké. Oh, en als ik nog wat slimmer word en we kennen elkaar beter, dan voel ik het al voordat hij dit hoeft te doen. Want eigenlijk is dat natuurlijk te laat voor mij. Als ik sensitief was, dan wist ik het al. Maar ik ben een botte hond, dus ja. Ja, dat kan. Maar goed, ik bedoel, het gaat mij om hem, niet om mij. Ik hoef er niet per se aan te zitten, toch? Toch betrap ik mezelf erop dat ik nu denk dat ik dit het doe. Dat ik de doener ben. Dus dat ik het kan doen. Ja. En daarom voelen we dat ik in de verkramping of ik in de openheid kom. Totdat we daar dus uitvallen. En daar uitvallen kun je niet doen. Behalve het erover hebben, experimenteren. En ja, nog jij, nog ik weet wanneer dat kwartje valt. Dat weten we nooit. We weten wel dat ze er zijn. Ja. Ja, ik weet het. Ik heb het gezien, maar mm-hmm. het heeft zo'n momentum.
Ja. Yep. En daarom riep ik vroeger al van, vaak is het zo van dat we dus een kenshow krijgen of een verlichtingservaring of een inzicht. En daarna moeten we het gaan realiseren. Dan moet het reëel worden. Zo'n flits is fantastisch. En die flits kan een seconde duren of een dag of een week of een maand of whatever. Maar als het een einde heeft, is het een flits. En niet het ding zelf. Nou, oké, maar dan weten we in ieder geval ongeveer, niet helemaal, maar ongeveer hoe het eruit ziet, zeg maar. En dan moeten we het ons eigen gaan maken. Het moet door ons systeem heen branden. Ja, en ook een soort van, alsof er minder weerstand is, waardoor dingen gewoon veel meer gevoeld worden of ervaren worden. Yes, natuurlijk. Dingen die eerst nog buiten de boot hield, yes. Die zijn er, het licht is gewoon gaan schijnen op alle rotzooi, yes. Als het ware. Sure. En de good stuff. Ja, en ik vraag me af, is de situatie erg geworden? Nee, er is gewoon veel meer zichtbaar en veel, veel intensere beleving van yes. Alles. Ja. That's the way it goes. Mm. Dankjewel. You're welcome. Hey. Ik merk dat ik zelf lastig vind om grenzen te herkennen. En meer de grenzen van mezelf. Van wanneer laat ik iets over mijn grens gaan. En wanneer was er misschien nog wat ruimte. In hoeverre kan ik zijn met dat andere dingen over mijn grenzen heen gaan. Misschien kan je daar iets over vertellen. Ik weet er niks van. Nee. Ik weet alleen wat ik prettig vind en wat ik niet prettig vind en dat ik daar meestal vrij duidelijk op reageer. Dus dan hoor ik anderen soms zeggen, nou anderen, alleen mijn kinderen eigenlijk, want die zitten in die generatie, van je gaf wel duidelijk je grens aan. Heet dat dan? Ik word al een beetje misselijk altijd, maar het klopt op zich wel, maar ik denk nooit in die termen. En ik weet ook dat die aangeklede aap, die kan praten, een constant fluctuerend ding is. Dus de ene keer dan gebeurt X en er komt hier geen enkele reactie. Dus blijkbaar was er geen grens om in die terminologie te zijn. De volgende keer gebeurt dat en dan wordt er ingegrepen. Vrij duidelijk. Dus het hangt er maar vanaf. Ik ben zeer inconsequent. Dus I don't know. Ik observeer eigenlijk gewoon hoe ik aan het gebeuren ben. En de ene keer kan die vel hebben en de andere keer minder. Dat kan al hele simpele reden hebben. Soms mag die niet slapen of zo. Dan is die de dag daarop toch prikkelbaarder dan wanneer die een keer 7 uur mag slapen. Dus jullie hebben wat dat betreft mazzel. Vannacht heb ik 7 uur geslapen. Dus had ik weer eens zin om zoiets te doen. Waarschijnlijk morgen minder. Dus op het moment wil ik hier eigenlijk mee zeggen van dat we in zo'n psychologisme gaan zitten van grenzen stellen, dan zijn we het al kwijt. Wees gewoon jij. En dan merk je gewoon van ik vind dit nu niet prettig. Soms is het systeem geagiteerd en als iemand dan bij de buren, ik noem maar wat, een ghetto blaster aanzet met kutmuziek, dan haal je die honkbalknuppel. En een andere keer, dan zit je gewoon lekker en dan komen ze met die kutmuziek. En je denkt van, ja gezien het geestelijk niveau kan ik snappen dat er mensen zijn die dit ook appreciëren. En ja, dat soort lui wonen naast mij, dat is oké. Ik denk zo nooit, ik heb namelijk geen buren. For a reason. Als je dat groter zou trekken, dus nu met de overheden die natuurlijk ook allemaal keuzes maken voor iedereen. Dat doen overheden altijd, daar huren we ze voor in. Ja. Om de grenzen? Nee, gewoon om dingen te verantwoording te nemen voor dingen waar wij geen zin in hebben, zodat wij erop kunnen mopperen. Maar wel blijven stemmen. En
dat soort dingen. Ik heb al eerder gezegd, we worden meer geregeerd door onze emoties en door anderen dan door regeringen. Ik heb trouwens ook nog nooit een regering gezien, jawel. Ik kom wel mensen tegen, maar een regering, volgens mij is dat een concept. Ik heb er geen last van. Er zijn, ik leef al 100 jaar, heel veel regeringswisselingen geweest. Er schijnen ook allerlei crisissen geweest te zijn. Ik heb er nog nooit iets van gemerkt. Dus. Ik kan ermee aan de slag. Ja, spannend even hier te gaan staan. Ja, dat is oké. Moet wel even gebeuren. Zou ik ook hebben als ik daar moest gaan staan. Ja. Moet ik dan mensen dingen hoor zeggen en daar... Eigenlijk wat je zegt, iets wat je niet prettig vindt, dat is dan niet persoonlijk op mij, maar dat ik zie hoe er met elkaar omgegaan wordt. Dat ik zoiets zeg van, hé, dat klopt niet. Maar is dat aan mij om daar iets over te zeggen? Het voelt aan de ene kant wel een soort van trouw zijn aan mezelf. En, hè, omdat die ander dan 5 minuten later, nou, we gaan binnenkort gezellig een drankje doen. En dan denk ik, nou, liever even niet. Dus dat is ook wel weer een soort trouw zijn aan mezelf, om dan te zeggen wat ik zie. Ja, maar er is ook zoiets als timing. Dus ook kijken wanneer daar het moment naar is. Dus we kunnen te snel ergens op te reageren of te traag. Ja, dat maakt me een beetje angstig. Dat die timing zo belangrijk is. Dit is niet om angstig voor te worden. Ja, dat is gewoon een kwestie van dat in de vingers leren krijgen. Ja, wat ik daar straks zei, van als we dat aan het leren zijn, is het onvermijdelijk dat we fouten zullen maken. Dat is oké. Ja. Nou, het engste vind ik om met een botte bijl iemand te kwetsen. Dat is eigenlijk hetgeen wat me dan tegenhoudt. Want dat is dan het ergste wat er zou kunnen gebeuren. En is die neiging dan om de botte bijl te hanteren? Of heb je meestal de neiging het op een andere manier te doen? Ja, meestal wacht ik een paar dagen en ga ik zitten nadenken over hoe ik het ook zou kunnen brengen. Ja. Dat de boodschap wel overkomt, maar dan niet op een botte manier. Ja, dat is meer mijn stijl. Een hele andere manier is... Het constateren wat er ergens niet deugt, naar jouw zin. En verder niet over nadenken, geen voorbereidingen. En gewoon wachten op een moment. Ja. En dan komt eruit wat eruit komt op dat moment. Want als er een patroon is tussen mensen van een bepaalde manier met elkaar omgaan, dan komt zo'n moment vanzelf terug. Ja. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar achterover te leunen en te wachten tot Pietje, Jantje of Trusje, whatever, weer iets flikt en dan van, is dit echt nodig zo? Ja. Feel good about yourself this way? Ja, gewoon verder, weet ik veel. Ja. Dus ik bedoel daarmee van dat we soms, als we daar te veel over na gaan denken, het ook weer te veel spanning rond creëren. Ja, op dit moment privé gaan er een hoop dingen veranderen. In de maatschappelijke optiek is dat een heel groot ding, hè, scheiding. Maar ik heb geen idee of dat in mijn beleving ook zo gaat zijn. Nee, dat hoeft niet. En de wens is heel erg om alleen te wonen. Ik voel nu wel de afgelopen dagen met name dat er wel echt een soort ondergrond is. Een soort okéheid. Het voelt ook een soort triest, een soort verdriet. Dat zit er wel aan vast. Sure. Maar ook echt wel die rust, ja. Ja, dus dat wil ik even met je delen. Ja. Thanks. En dus ja, wat ik al zei, van dat er ook verdriet bij is, is logisch. Want niemand start een relatie om hem te beëindigen. Dus daar is niks mis mee. Nee, ja. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, inhakend op dat moment pakken. Even te zakken naar het gevoel. Als ik zo'n moment, als ik niks doe, dan komen die momenten vanzelf. En denk, wauw. Maar vervolgens komt er ook een bepaalde interesse of een trigger, waarin er een bepaalde stroom, verlangen, ik geef het een woord, ontstaat. En dan ga ik een beetje de weg kwijt tussen niets doen en doen.
Kan je daar iets over zeggen? Je doet het verlangen niet, dat gebeurt gewoon. Mm-hmm. Of die energie, of hoe je dat wil noemen. Nou, niets doen zou betekenen geen controle uitoefenen. Kijken wat er gebeuren wil. Het lijkt alsof je wel iets gaat doen. Ja, dat lijkt zo, omdat zodra ons lichaam beweegt, denken wij dat wij het in beweging zetten. Maar feitelijk is dat, zou je kunnen zeggen, de situatie of de stemming die het lichaam in beweging zet. 1 seconde geleden had je niet het idee dat je bijvoorbeeld nu dit deed. Right? En we zeggen dan, zij deed dit. Nee, er gebeurde dit doen. Dus we hebben gewoon van kinds af aan geleerd er een doende ik in te projecteren. Maar feitelijk gebeur je gewoon. Dus de enige instantie die gelooft in dat er controle of een doener is, is die doener-idee. En die kan dan zelfs gaan zeggen, ik heb dat vaker gehoord met mensen die met Advaita bezig waren, dat ze dus afgingen zien van allerlei handelingen of dingen die ze voorheen leuk vonden, want dat was doen. Dus dan gaan ze ophouden met schilderen of weet ik veel. Omdat dat doen is. Mm-hmm. Volgens mij is het tegenhouden van een spontane schilderneiging doen. Niet als je zomaar gaat schilderen hoor, maar ik ben waarschijnlijk heel simpel. Maar als hier een sterke geneigdheid is om muziek op te nemen, dan gaat die apparatuur aan. En dan vogel ik uit of er een gitaar, een synthesizer of whatever benodig is. En een x-aantal uren later is er een muziekstuk. Dat is geen doen, dat is gewoon de energie die zich uitdrukt. Het zou doen zijn als ik het nu muziek ging maken, want ik voel het niet. Voelen. Ja, die energie die voel je. Je voelt iets komen wat tot een creatieve uiting of tot een handeling of wat dan ook leidt. Het gaan zitten controleren en sturen daarvan, dat is doen. Dus van buitenaf kunnen mensen zeggen, Hans zit satsang te doen, die beleving is hier niet. Ik snap wel dat het lichaam verplaatst moet worden en dan op zo'n stoeltje moet zitten. Ik begrijp dat allemaal wel, maar alles wat eruit komt, ik was het niet van plan. Ik doe helemaal niks. Ik zou iets aan het doen zijn als ik de hele tijd zou zitten van hoe kan ik dit wel zeggen of wat zou nu het meest wijs zijn. Of hoe krijg ik de boodschap zo verwoord dat het daar landt. Dat zou het doen zijn. Wat nou invalt is dat het ook misschien mijn eigen interpretatie is van wat er op dat moment gebeurt. Dat ik opeens interpreteer, ook ben nou aan het doen. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon uitlijnt of zo. Yes, exact. Zoiets. Exact. Dus wees wantrouwig naar diegene die roept, dit is doen en dat niet. Dat is de kletskous. Aan de kant ermee en volg gewoon de beweging en kijk waar het toe leidt. Dat is ook veel leuker. En verder, ook al noemen we alles doen, who cares? Ik kan net zo goed zeggen dat ik alles doe. Ja, ik zit nu satsang te doen. Dat verandert niets, snap je, aan de realiteit door met woorden te goochelen. Er is geen doener, maar er wordt van alles gedaan. Er is geen werker, maar er wordt heel veel werk gedaan. Het is meer inderdaad de interpretatie in mezelf, dat ik geloof dat ik iets doe. Het maakt niet uit of ik iets doe of niet doe, maar het is meer van, hou ik me daaraan vast, geloof ik dat? Een soort klinging, het is meer die detachment van loslaten. Plus het dingetje van, we hebben zo een beetje Advaita begrepen en dan ging het ooit over de doener. En die waren wij niet, dus hebben we ervan gemaakt dat de doener slecht is. Dat mag niet. Zo doen wij dat. We zijn namelijk vrij simpel en een beetje kinderachtig. Dus alles waar die Advaita gasten over praten en gewoon als een beschrijving, jij bent de doener niet. Ze zeiden niet wijs de doener af of denken dat je de doener bent is slecht. Ze zeiden gewoon dat het niet waar is. Maar niet dat het niet mocht of dat je het moest gaan onderdrukken. En wie doet dat dan? Dan heb ik hier een doener. Die dan niet bestaat, maar ik geloof daar toch in. En hier heb ik iets anders. En die gaat dan de doener afwijzen. Of dat mag dan niet, maar wie is dat dan weer? En dat wordt ook nog allemaal gezien. Ja, Advaita zou het simpel maken. I'm losing my mind. Wiens mind?
mindfuck. Exact. Ja. Ja, en die fijne lijn is dan ook, of dat, die uitlijning tussen het verlangen, wat ontstaat, en het willen. Ja, daar gaan we weer. Willen mag ook niet, hè? Ja, wat is dat dan inderdaad? Ja, dat is gewoon energie. Ja. Ik ben een groot fan van wil. Van macht ook trouwens, dat is ook energie. Dat zijn ook woorden die spirituele lui niet leuk vinden. De hele constant is dit ding, dat is een organisme aan het willen en macht aan het uitoefenen. Macht in relaties, nou als het niet lukt, nou, dan gaan we scheiden. Dan kreeg die ander er niet onder, zeg maar. Allemaal macht, je plek vinden in je werk, in de wijk. Het is allemaal machtsspel, negotiation, streven, strijd. Dat is constant bezig, er is niks slechts aan. Maar vanuit spirituele kringen mag je niks willen. Tenzij je natuurlijk weer bij die secret tuig hoort, dan moet je alles gaan, dan heet het geen willen. Dan is het geen hebberigheid meer, maar dan heet het creëren of zoiets. Want als je het van een ander woord voorziet, dan is hetzelfde ding ineens iets gaafs. Het is een woordengoochelarij. Nou, ik weet heel duidelijk wanneer ik iets wil. En dan zeg ik dat meestal. En soms krijg ik dan wat ik wil en vaak ook niet. En omdat ik zo verschrikkelijk verlicht ben, geef ik daar dan vrij weinig om. Maar ik weet heel duidelijk wanneer ik iets wil. Vaak niet, maar soms wel. En usually it happens. En als ik echt iets niet wil, gebeurt het niet. Ook niet als mensen dan van me gaan scheiden of... Dan denk ik van, ja, goed plan. Schiet eens op. Is dat dan hetzelfde, wel willen en niet willen? Nee, dat is een andere energie. Maar er zit dezelfde duidelijkheid op als het een heel duidelijk ja of nee is. Ik observeer, en dat is geen voorschrift, dat de meeste dingen die gebeuren, I couldn't care less. Dus... is het vrij schouderophalend als bijvoorbeeld Kasia of een ander iets wil, van we willen dit en dat. En meestal zoiets van, yeah, good for you, ga je gang, weet je wel, vraag niet per se of ik meedoe, maar I'm not your boss, dus doe maar lekker, als ik kan lezen vind ik het best. Nou, en soms zijn er dingen, dan heb ik echt zoiets van, no way. Ik ga niet per dag 30 kilometer door de bergen van hut naar hut lopen. Dus als jij dat wil, ga. Maar een beetje lullige vakantie in een huisje zitten en zo 3 uur lopen en daarna bier drinken, dat vind ik goed. Dan ga ik mee. Ja, kom nou. Bijvoorbeeld, hè? Ja, ja, ja. Nou ja, meestal als ik het niet wil, is het me wel duidelijk. En dat is ook niks mis mee of zo. Maar als ik het wel wil, dan is er inderdaad wel opeens. Dan denk je, ah, ja. Ik wil het te veel. Ja. Of dan, dan voel ik me, misschien zit het in het gevoel van afhankelijk. Nou ja, als ik het niet, wat dan? Dat is meer dus in het vervolgtraject van iets willen. Ik wil iets doen of hebben of beleven of whatever. In hoeverre gaan we ons gedragen als een 6-jarige als we ons zin niet krijgen? Maar dat is een ander issue. Dus het begint met, het is helemaal niet erg om iets te verlangen of te willen. Maar als het allemaal per se gaat moeten en aangedragen worden op een zilveren schaaltje, zal ik maar zeggen, dan wordt het ziekelijk. Soms krijg je gewoon niet wat je hebben wil. Wel, mooi. Dan kun je eens kijken wat er daarvoor voor frustratie opkomt. Daar leer je dus door, als je soms je zin niet krijgt, met frustratie omgaan. Of dat als er iets opkomt, dat er soms een tijdspanne zit tussen het moment dat het opkomt en je het kan krijgen. Dat is hartstikke fijn, want dan leer je gewoon dat niet alles instant gratification is. Ik wil mijn ijsje nu. En je krijgt ijs over 3 uur, als je je huiswerk gemaakt hebt. Noem maar wat. Ja, maar, ja, oké, 3 uur en 5 minuten. It's not a problem. Ja, ik heb ook wel geleerd dat wat ik wil, omdat ook tegelijkertijd die wil, dat daar die wel te zijn. En tegelijkertijd het beeld wat ik daarbij had, om dat meteen ook weer los te laten, zodat het... niet vast komt te zitten, ja. Wat ik wil, zeg maar. Goed, niet te veel fixeren. Ja, yes. Waardoor alles weer, het is meer die stroom, yes. Zeg maar. Ja, yes.
En daar gewoon bij te blijven. En die stroom die kan veranderen, een andere route nemen of ineens stilvallen. Nou, een uur lang wilde ik dat en ik ben nu een uur dichterbij. Maar nu is het weg. Good. En dat mag. Ook leuk. Kijken wat er dan opkomt. Het is oké. Het is allemaal alleen maar energie die aan het bewegen is. Zo. En zolang dat ding functioneert, zal die energie bewegen, dingen zoeken. Dan zal streven bij zitten, dan zal die af en toe kalmeren en stil zijn en dan wordt hij weer actief. It's life. Dat is fijn. Ja. Okay. Yeah. Dank je. Hoi. Er is een mogelijkheid dat ik een opdracht krijg, een behoorlijk grote. Twee grote beelden. Dat wil ik en daar heb ik zin in. Maar er is een andere kandidaat van 84 jaar, waarvan ik vind dat hij gewoon maar moet genieten van zijn oude dag. Ja, lach maar, want voor mij is dat belangrijk. Ja. Belangrijk in financiële zin en nou ja, gewoon lekker creëren. Hè? En dan hebben jullie er straks ook wel wat plezier van. Ja, dat valt nog te bezien. Nee, dan heb je mijn beelden nog niet gezien. Als... Nee, precies. Nou heb ik zondagochtend heb ik een gesprek met degene die dat bemiddelt. En het gaat over willen en niet willen. Hè? Wat heb je te willen? Ik bedoel, ik ben overgeleverd aan de goden of zo. Of aan... Hoe kan ik in die situatie me verhouden, zeg maar? Zoals je doet. Zoals ik doe. Niet manipuleren. Nee, dat zeg ik niet. Maar je verhoudt je in een situatie zoals je dat doet. Ja. Dus hoe wij ons gedragen in een situatie laat iets zien van hoe wij zijn. Maar er is geen absoluut altijd zo is beter dan altijd zo. I don't know. Ik zit niet in die situatie. Nee. Wat ik wel weet is dat het mij inmiddels, maar dit is nogmaals een andere situatie, het interesseert me gewoon allemaal niet zo. Ja. En waarschijnlijk zou dat kunnen helpen om die opdracht te krijgen. Omdat ik zoiets zou hebben van, ja, maar kijk, dit zijn mijn ideeën erover. En, ja. En als die meneer een toffer idee hebt, dan doe je dat toch? Who cares? Ik vind het hartstikke leuk dat ik dit kan doen. En dat er mensen zijn die daar interesse in hebben. En daar ben ik dankbaar voor, maar het moet niet. Hmm. Ja, dan spelen natuurlijk meer facetten een rol, hè? Altijd. Ja. Ja. Maar dan nog, van de vraag is gewoon een beetje van wat wij willen. Als we per se deze opdracht willen... Nou, dan moeten we gewoon alles doen, vals of niet vals, om hem te pakken te krijgen. Dat is oké. Als het gaat om, ik wil leren wat kloppendheid is, dan is er een andere setting. Ja, maar dat, ja, daar vraag ik natuurlijk om, hè. Nou, dan weet je zelf donders goed. Je weet wat oneigenlijk is en wat eigenlijk is. Er staat nergens dat je niet mag zeggen van, nou, ik heb een hartstikke goed idee, neem dit. Of een andere houding van, wat een geluk dat jullie bij mij terechtkomen, ik ben de beste die er is. Dat je me zo snel gevonden hebt, knap. Ja. Zou ook kunnen. Ja. Exact. Het ligt allemaal aan hoe iemand is, wil ik daar maar mee zeggen, weet je wel. Maar wat ik wel weet is, als we het niet te belangrijk maken, dan worden we vanzelf creatiever. En het ging om creativiteit, toch? Kunst, dacht ik. Dus hoe kan ik op een creatieve... En eerlijke manier zou ik me dan afvragen, en dan weet ik eigenlijk al gelijk een paar stemvorken, zeg maar, om toch proberen te kijken of ik dit werk kan krijgen. En tegelijkertijd op een ander level, en als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Ja. Dan is er ruimte voor iets anders. In het klein, soms komt een cliënt niet op een afspraak omdat hij een lekke band heeft of hij is ziek of whatever. Ja, dan kan ik gaan mopperen, ik kan gelijk een factuur sturen. Ik kan ook zoiets hebben. Oh, dan heb ik een uur of vijf kwartier langer om te lezen.
En als die ander mij nodig heeft of whatever, dan komt hij toch volgende week of volgende maand. Boeien. Er kwam zo'n virusje langs, schijnt. Dus vorig jaar gingen er een aantal bijeenkomsten die we anders gehouden zouden hebben niet door. Ja, dan kan ik daarover gaan janken en dat het geld kost en dat ik mijn ding niet kan doen. Nou kan heel goed ook niet mijn ding doen. Weet je wel. Dan heb ik meer tijd om boeken te lezen. Neigt het dan naar laissez-faire houding? Ja. Want de reality is always right. Ja. Dus ik kan willen dat het nu sneeuwt, maar het doet het niet. Nee. Dus ik hoef niet eens te aanvaarden dat het niet sneeuwt of een acceptatiemeditatie te doen. Ik kijk gewoon en denk, nou, 24 graden, de kans is nul. Dus nou, dan zet ik die skis weer weg. Zaterdag of zondagmiddag. Ja, dat is wel leuk. We gaan zo pauzeren hoor. Ik ben doodmoe van het harde werk. Good. Pauze.